Yes, ja. We reggae for it. Je bent er klaar voor bij de 96.3 FM. Lidja. En zoals je nog gewend bent elke dag. Van 11:15 tot 1 doen we dus Surinamers overal. En de man is reggae right here. We doen hem live in direct. Mijn guest is Caliboy. Yeah, op. Ik wist niet of die mic aan stond. Die mic is on, daddy. Op, we're there, man. Welkom in our badness right here, man. Yeah. Welkom in the studio, SRS yes. Radio, man. Van wakker, hoe is het met jou? We leven, we maken het beste ervan. Je weet toch, doorstrijden, altijd niet opgeven. Is je dan weer bij Suriname, je bent hier. Sinds wanneer ben je aangekomen? Ik ben woensdagavond. Woensdag, ja. Vooravond. Woensdag vooravond, ja. Isabi. En hoe lang is het geleden dat je hier geweest bent? 5 jaar, man. 5 jaar? Allang, hè? Voor mij kwam ik je nog tegen toen daar was. Ja. Model up, things was happening and also, you know, I'm talking. Ja, man. Alright, back in Suriname. Wat viel je als eerst op toen je hier aankwam? Na 5 jaar? De straten zijn wat rustiger. Ja, hè? Ja. Ah, weet je, het was eerder niet zo. Maar er is ook veel verbouwd. Ja, er is veel gebeurd, er is veel bijgekomen. Isabi, toch? Ja, man. Nou, in elk geval, Caliboy, ik heb me laten vertellen dat jij geboren bent in Nederland. Isabi, yes. Sowieso. En Amsterdam Westside. Alright. En op een gegeven moment kwam je dus richting Suriname als kleine jongen. Ja, op vakantie eerder wel, maar op mijn 15e kwam ik terug. Oké. Okay. Heb ik een tijdje hier gewoond. Oké, okay, en hoe lang heb je hier gewoond? Een jaartje. Maar ik denk dat het mijn belangrijkste jaar ever is geweest. Zeker. In mijn leven, ja. Alright. En wat was de reden waarom je dat eigenlijk, waarom dat gebeurde, jij naar Suriname kwam? Oh, ik denk mijn moeder was Holland zat, man. Ze was het gewoon helemaal zat en ze dacht van, hey, we gaan terug naar Suriname. Serieus? En ik dacht eerst, het was een grap, want ze zei het, maar je weet toch, veel mensen zeggen dat. Ik dacht, het zou wel. Aye. En op een gegeven moment was het, hey, we gaan volgende maand weg. Serieus? Ja. En ja, ik was 15, dus ik had geen keuze. Ik moest mee. Maar wilde je eigenlijk wel mee? Ja, ik stond ervoor. Het zou niet voor altijd zijn. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Isabi dan. Dus ik ging er met open mind in. Ja, man. En Ikonja, Idoro, je bent er aan gekomen. Mm-hmm. Wat heb je gedaan? Want ik bedoel, 15 jaar leerplichtig. Ja, ik ben al zo geweest. Leeuwin, big up the Leeuwin. Ik zat op de Leeuwin, Saron. Seriously, maar ik zat niet op de Milo-school, ik zat op de IMEO. Wat de IMEO? Aha. IMEO 3 was het toen. Ja. Was een soort noodafdeling zaten wij, zeg maar. Okay. Van noodgebouw. Een noodgebouw, zo'n systeem. Dus we zaten bij de Leeuwin, gezamenlijk. Alright. Dus ja, man. Ja, nou, ik kan me voorstellen, back in Suriname, yes. Mooi weer, is een jaar zonder winter en dat soort gedoe. You know? Geweldig. Maar dan laat je wel eigenlijk alle matties achter, een beetje alles wat je daar zo'n beetje kent, laat je achter, kom je hier naar Suriname. Ja, hoe was dat? Was dat niet moeilijk? Het was moeilijk. Het was wel moeilijk, ja, want je bent toch iets gewend, maar vanaf dat ik hier ben gekomen, ik kwam op Beekhuizen, ben ik met open armen ontvangen, man. Beko? Ja, Beko. Je weet zelf. Tot de dag van vandaag, je weet toch, ben ik met die boys nog steeds in contact. En ja, man. Hun hebben me die power gegeven, eigenlijk de eerste power van, ik moet wat gaan doen met muziek. Yeah. Bij hun heb ik het gezien. Van, oké, zo gaat het dus. Isabi toch? Ja, nou, sounds good, man. Sounds good. Ja. Beko passie, Isabi, je bent daar. Je doet je ding, Suriname. Isabi. Oké. Los van scoren, hoe hield jij jezelf eigenlijk zo'n beetje bezig, man, op 15-jarige leeftijd? Ja, je weet toch, een beetje van alles. Kattenkwaad, gewoon voetballen, ube pleibal, altijd pakasiedappie. Isabi. En gewoon tikpassie. Je weet hoe dat gaat. We gingen naar Veteno was toen lid. We gingen veel naar Abra Broki, want Boss Creation was toen de hele ding. Alright. Wij waren team Boss Creation. Oké. En just living life, ja, ontdekken, ik was aan het ontdekken. Die jongens van me waren bezig, altijd met muziek. Mm-hmm. En zo ging ik het opvangen van, je kan gewoon zelf muziek maken, ik wist dat niet. Oké. Ja. Maar kun je nog herinneren hoe je eigenlijk de contact is ontstaan tussen jou en die boys? Wat het was, ik woonde op Wallabastraat, maar precies op de hoek. En op die hoek waar ik woonde, daar chillden al die boys. Dus ik was noodgedwongen, als ik mijn deur uitging en ik moest naar Omoesnees gaan. Moest ik langs die boys. Oh. Dus ik kon niet eens. En ik was toen net in mijn dansa reggae vibes. Dus ik ging die boys laten zien van, ah, hey, misap dit je hier en op lijn. En eigenlijk, ik wil het bijna niet zeggen op radio, maar het kwam eigenlijk, ja.
we hadden iets wat we allebei leuk vonden. En dat was, we rookten, je weet wel. Ja, we rookten. Je weet toch? Ja, we rookten. En zo kwam ik met ze in contact van, ik moet wat hebben. En dan heb ik die boys van gestuurd. Nou, ik moet eerlijk zeggen, meestal is dat de eerste contact. Dat is die contact. Is dat niet de volgende boys? Hij is moest breken, toch? Dus. En vanaf dat moment hebben die jongens me met open armen ontvangen. En gewoon als een broeder van de buurt ontvangen. Ja, man, nice. Vijftiende. Welk jaartal was dat? 19 soms? 2003. Ja. Alright, gewoon nice. Letterlijk het jaar dat Boss Creation en Danza Crew head-to-head gingen. Heb ik meegemaakt. Wauw, Ghetto nice, Crew nice. Begin en zo. Menko Crew. Dat soort dingen, dat gebeurde allemaal. Ja, maar in één jaar tijd dat allemaal meegemaakt. Maar ja, wat was die grote inspiratie? Boss Creation. Boss Creation. 100%. De man dat inspireerde om zeg maar die dans al te gaan doen? Niet per se. We gingen naar V-Tunnel. Mm-hmm. En ik had die dingen nooit live. Ik had nooit die dingen live meegemaakt. Het was niet in Holland, was niet iedereen artiest en dit en dat. Klopt. Die begrijp je? Niet, je ging niet naar concerten van boys die je op de straat zag. Je weet toch? Dus op een gegeven moment, ja, toen was het was hot toen. En toen zag ik Boss Creation optreden. Ik heb ze vaker in mis. Maar de manier hoe ze opkwamen met de hele gang, vlammen en 20 man on stage. Ik dacht, dit is het, man. Ik dacht, ja, man. Dit gaan we doen. Dit wil ik doen, je weet toch? Isabi toch? Ja, man. 100%. Nou, oké. Maar als we even terug kunnen gaan naar Nederland voordat je dus hier naar Suriname kwam. Ja. Wat deed je daar? Ik bedoel, was je al Niks. Ik deed niks. Ik wou Kawina spelen. Kawina? Ja, ik probeerde het. Serieus, Oekali? Ik probeerde het. Isabi? Ja, en gewoon voetbal. Ik was gewoon, toch? Ik was een jonge school van later. Gewoon vervelend, ja. So, ik was op zoek. Je weet toch, naar mezelf gewoon. Dus Kali, Kali was nogal een beetje een kwai boy. Samsa Trang en Jesse. Ja, dat kwam, toch? Ik ben gewoon jong. Als je jong bent, ben je ontwetend. Dus. Je denkt dat je alles weet, dus ja, ik was best wel koppig gewoon. Ja, dat hebben we allemaal gedaan. Ik ken het ook, Isabi. Ik ben zelf uit huis gelopen, John Pavin, zeg naar discotheek. Ja, precies. Dat Isabi. Soort dingen. Dus ik begrijp het helemaal, maar uiteindelijk heeft me Arkibong, dan kwam je naar Suriname op een gegeven moment en dan is het eindelijk die fire aangegaan. Ja man, 100%. En je zei je was zoekende, dus dat geeft ook aan dat toen je hier kwam, dat je uiteindelijk toch wel inspiration hebt gekregen en toch wel een beetje hebt gevonden. Ja, zeker. Zeker. Dat is het gewoon. Isabi, toch? Er is niks aan. Hier is het begonnen. Ja, daarom man. Ik zeg altijd die boys, Big Up Saigon Crew, zo heette mijn boys. Saigon Crew. Dat was niet model. Ja, man. Hun hebben het voor me gestart, man. Letterlijk. Alright. Nou ja, op een gegeven moment moet je terug. Je bent hier in Suriname. Je draait loon toe. Je doet je Sunnies, Isabi, Gwyn, Suriname, Chinzo. Maar is het zo dat je altijd... hoe ben je opgevoed eigenlijk? Surinaams, Nederlands of mix of wat is het? Ik denk dat ik toch wel meer Nederlands ben opgevoed. Maar niet tuurlijk met accent. Je hebt een jaar gewoond, dus sowieso je moest accent doen. Ja, 100.000 procent. Omdat ik dacht altijd van Kali heeft wat met Antillen of zo. Nee, wat het is. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon heel veel Antilliaanse vrienden. Is dat niet zo? En ja, je weet, ik weet niet, man. Dat is het gewoon. Amsterdam is... Er zijn veel Antillianen toch, dus daar. Amsterdam, black is black. En wie leeft op Isabi, toch? Ik heb in Noord veel gewoond. Ik woonde in Noord al die jaren. En op een gegeven moment verhuisde ik naar... Heb ik in Zuidoost gewoond. En in Zuidoost, daar zitten ze allemaal. Maar met hun had ik die klik. Dat is altijd gebleven, zeg maar. Ja, man. 100% nice, Isabi. Antis, ik bedoel, van als je vriendje bent, word je sowieso een beetje wel opgekrikt. Isabi, toch? Dat is gewoon zo een feit. Ja. Maar ja, oké, music, man. Maar los van music, Kali, is dat het enige wat je altijd hebt gedaan? Of is het zo dat Kali ook nog eigenlijk een ander ding doet op bedrijf? Of zich met andere dingen bezighoudt? Los van music. Momenteel bedoel je? Momenteel. Momenteel, mijn geluk ligt sowieso in de entertainment. Kijk, ik hou van artist development, dus andere artiesten helpen. Okay. Ik hou van A&R'en, mensen bij labels neerzetten, projecten opzetten. Ik heb heel veel feesten heb ik gedaan. Oké. Ik heb geacteerd, acteren doe ik ook. Acteren, ja. Mokromafia, de serie. Check nou, ik heb veel gehoord van die Mokromafia, maar kijk, straks is het andere. Ja, je kan het niet, ik weet niet of het hier uitgezonden wordt of hoe het hier kan komen, maar
Isabito. Dat is niet het geval, helaas, Isabito. Maar het is wel eindelijk de reden om te gaan zoeken hoe je dat uiteindelijk zou kunnen zien. Dus je hebt ook een rol in Mokromatia. Ja, ja, ja. Twee seizoenen heb ik meegedraaid. Wat deed je? Wat een bad boy, them. Ja, ja, ja. Wat een bad boy, them. Sorry, was de bad guy. Ik was de bad guy. De bad guy. Nou, reden genoeg om dat te checken, mensen. Hoor dat men Caliboy niet alleen maar muziek, maar die man doet ook dus... Voor alles in entertainment. Je gaat me overal kunnen vinden, man. Alright. Nou, ik heb ook mogen weten dat je dus op een gegeven moment heb je dus bij je ding gaan doen. Tata, maar Asambi Gingi, want ik ken jou van bijvoorbeeld Brasilbar. Dus heb je toch samen met die sound system? Nee, Jamrock. Jamrock, buddy. Yeah, maar jullie crew, heette jullie crew precies? Die drie? Ja, Jamrock. Het was Jamrock. Jamrock sound. Ja, maar we waren niet echt een sound system. Ja, het was Jamrock sound. Ja, definitely. Jamrock sound. Jullie waren para, man. Ja, jong. Jullie waren echt, dat was echt de ding, Isabito. En als Kali op dat ding kwam, dan was het gewoon. Maar hoe is dat uiteindelijk? Want kijk, muziek is muziek, entertainment is entertainment. Nederland, het is niet zo makkelijk om uiteindelijk de plek te bereiken waar jij nou hebt bereikt. Of eindelijk te bezitten, Isabito, die status te hebben wat je nou hebt gedaan. Yeah. Va Idwing, man. Ik denk, ik heb rare wilskracht, doorzettingsvermogen, man. Vanaf dat ik ben begonnen, was een jaar of 17, ik zei het ook tegen mijn vrienden van, broer, als ik dit ga doen, ik ga het helemaal uitspelen tot aan het einde. Isabito. En dat is gewoon wat ik doe. Ik ben helemaal verliefd op dit, man. Dit is mijn ding. Ook al zou ik willen, ik kan niet stoppen. Ik ben helemaal verslaafd aan dit hele music thing, you know? Het is voor jou geen lifestyle meer. Ik ken je lang, Isabi. Sinds ik je ken, ben je hiermee bezig. Klopt. Dus het is geen lifestyle meer, man. Kali is what he does, Isabi. He is the brand, you know, I'm talking. So, alle fassi, hey, Rocco. Want je hebt op een gegeven moment ook meegedaan met something, de Phonics Talent. Toen heb je die ook gewonnen? Ja, dat was met Fernando. Dat was in 2008 of zo. 2008. Ooit, Maar heeft dat ook natuurlijk ook bijgedragen aan het feit dat je dus verder bent gaan groeien, toch? Ja, natuurlijk. Maar het was een stukje erkenning, maar het zou me niet weerhouden als ik het niet had gewonnen of zo. Oké. Het heeft wel, zeg maar, mijn eerste contacten in Phonics, je weet toch, die ik nog steeds nog met Fernando bijvoorbeeld. Fernando Halman. Ja, man. Met hem ben ik nog steeds gewoon cool door die dag, zeg maar. Isabi, toch? Ja, man. Ja, hij wordt ook cool, man, G. 100%. Ja. Nou, heb je grote dingen gedaan, Boombiki Sani. Maar hoe is het voor jou als een Surinaamse guy, opgroeiende in Amsterdam-West, in de Rijloon toe, zoekende, kom naar Serenang, raak geïnspireerd, Ifina als systeem. Hoe is het uiteindelijk voor jou om dan dit te doen, waarvan je zei op je 17e jaar van, als ik ga ik hem uitspelen. Je hebt je plek uiteindelijk veroverd nu, brada. How is this to be the simple guy walking around to be this massive, large artist in 2023? Eigenlijk ben ik niet eens anders dan andere mensen. Ik ben gewoon eigenlijk the same. Just trying to live my dream and just chasing it. Ik ga er alleen echt achteraan. Ik geef volle 100 op wat ik doe. Je weet toch? Maar voor de rest, ik ben gewoon... Ja. Wat je al zegt, het is geen lifestyle meer. Het is gewoon wat het is. Ik leef dit gewoon. Dit is gewoon wat ik doe. Denk er niet over na. Ja, ik ga gewoon. En ik wil steeds meer groeien. Meer leren. Ik ben nooit uitgeleerd. Je weet toch, ik voel me nog steeds... Ik ben wel ouder. Ik ben zeker ouder. Maar ik voel nog steeds dat ik kan leren en nog niet dat ik op mijn piek ben of zo. Ik ben nog steeds wel humble genoeg om dat te zeggen van ja, maar ik leer nog. Bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld... Psychos die optreden, dan denk ik van boom, boy, they are do it. Yes, I am. We step up the thing. See it. So, oh, that's Suriname, daddy. Begrijp je? Dus ik geef gewoon een klein voorbeeld. Maar zo zijn er duizend dingen. Als ik nieuwe artiesten hoor en ik hoor de tonen die ze bijvoorbeeld kunnen zingen of hoe ze zichzelf presenteren. Maar het inspireert allemaal. Dus ik weet toch, ik ben nog steeds aan het leren en zoeken. Ik zoek nog steeds naar... Je weet toch? Ja, man. Orji, nou sowieso heb je collabos gedaan met mannen zoals Koyeba hier in Serenang. Ja, sowieso. Heb je nog andere collabos gedaan met Surinaamse artiesten waarvan ik het misschien niet weet, G? Je bedoelt Surinaamse artiesten die hier wonen? Die hier wonen in Serenang. Kan ik Colonel meetellen? Ja, tuurlijk. Ja, Colo. En ik heb met die boys van... maar dat is nooit... Of is dat wel uitgekomen? Volgens mij wel met Straathond heb ik...
Straathond. Ja, maar je weet, straat was een beetje die underground scene. Ja, 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 maar met hun. Ook zo meteen. Met hun heb ik wat gedaan. Ik weet niet of het is uitgekomen. Maar het is ook lang geleden. Oké. Okay. En met, ik weet niet eens meer, man. Ik kan nu even. Er gebeurt gewoon zo. Weet je, het is als iemand me iets vraagt en ik moet nadenken over iets wat ik veel heb gedaan, dan ga ik misschien dingen missen toch. Dus no disrespect to nobody, ik word ook oud. Is ik dat kan niet alles onthouden. Nou, je wordt wijs, buddy. Big up yourself, je weet toch, als ik je ben vergeten, man. Echt, ja. Sorry, het spijt me. Nee, die mannen vinden het absoluut niet erg. Het feit dat het opgaat dat jij uiteindelijk toch wel something hebt gedaan met onze Serenang Boys. En recently heb je ook natuurlijk een collab gedaan met Busy Signal. Yeah, yeah, you know what I mean? I mean like, what's up, man? Yeah. How does it go? Is dat eindelijk iets wat je zelf op zoek naar gaat? Of nou, dit eigenlijk man? Niet. Ik werk gewoon met het team daar in Nederland, de Basehall. Mm-hmm. En ik had een track gedaan voor een van die producers. Mm-hmm. En ja, ik doe meerdere tracks voor ze, dus we hebben echt veel liggen. En op een gegeven moment was het gewoon van, hey, yo, ze hadden Busy gepitcht. Want ze wilden Busy graag hebben op een single. En ze hadden hem iets van 4 of 5 tracks van verschillende mensen gestuurd. En hij voelde die gewoon, op die wilde hij meteen werken. Okay. Zo is dat gaan eigenlijk. Nou, maar die boek is hard. Ik heb vandaag nog lopen draaien hier, you know. Dus, see. I mean, like, bij ons gaat het er een beetje om. Kijk, je bent dus er een man. Alafasi, you know, you're proud of it, Isabi toch? 100%. En op zo'n dusdanige internationale level te presteren, je Sunny te doen, is more than an inspiration. Het is iets waar wij als Surinamers, en het is dat ding waar dit programma om draait. Het gaat erom van, we praten met die mannen, we halen die mannen binnen. En hun verhaal moet ervoor zorgen dat zelf ik die hier zit en de rest die luistert, geïnspireerd raakt. En weet van, if you have a dream, chase it. Ja, sowieso, 100.000%. Het maakt niet uit. Niemand kan je niks zeggen, niemand kan je, moet je ook van je gedachten kunnen houden. Als je het voelt en je weet het kan, doe het. Neem die risico's. Alright. Als het niet te gek is, je weet wel. Is dat ook, hè? Het moet geen levensbedreigende situatie zijn. Is dat niet. Dat niet. Zie niet zulke risico's, maar gewoon go for it, man. Yes, ah ja. Nou, you're doing your thing. 2023, je bent in Serenang. Daar komen we sowieso straks weer even op terug. Maar, wat is uiteindelijk voor jou, zeg maar, wat zou je nog willen bereiken? Ben je iemand door met dit, man? Het is oneindig, man. Ik kan geen antwoord geven. Mensen vragen dat vaker, maar ik heb geen. Sky's the limit, man, bro. Sky's the limit. Maar wat zie je Caliboy over de pak bij 5 jaar? In the sky, bro. Very high in the sky. Very high in the sky, taking it over. Yes. Alright, kijk, Serenang, je bent vaker geweest. 5 jaar geleden, nu ben je er weer even. Mm-hmm. Hoe vaak denk je aan Suriname? En als je aan Suriname denkt. Wat denk je zo? Ja, je bent een Surinamer, dus het is een dagelijks ding eigenlijk. Ik bedoel, je krijgt al het nieuws mee, je hebt mensen hier. Mm-hmm. Dus het is gewoon, ja. Hoe bedoel je, wanneer denk ik aan Suriname? Ik ben een Surinamer. Hoe sommige mensen, want ik kan het op radio niet zeggen, ook vinden van ik woon in Holland. Ik mag geen mening hebben voor bepaalde dingen of wat dan. Nee, mijn man. Maar ik zeg je, ik ben een Surinamer. En ik voel me ook zo. En ik ben nu weer even lekker thuis. Wel werken, maar ik ben er. Je bent er, G. Ik ben er. En het is always, het is in mijn hart, dus okay. Ik kan het moeilijker uitkrijgen. Dan heb je zoiets van Suriname is a place waar ik op een gegeven moment wel kon wonen. En mijn muzikale ervaringen die ik heb opgedaan, dat ik het wil delen, something opzetten. Dat graag. Dat zou ik, zo, ongeacht ik hier woon of niet, zou ik sowieso daaraan bijdrage aan willen hebben. Mensen, je weet toch, het moet wel. Oké. Okay. Goed geregeld zijn. Mm-hmm. We moeten het wel goed regelen, goede structuur. Mm-hmm. Je weet toch? Mm-hmm. Wel een beetje streng. Isabi. Maar ja, man, ik zou dat. Tuurlijk, ik denk dat het sowieso in de toekomst, in de nabije toekomst, snel gaat gebeuren. Alright, en als je dat bijvoorbeeld zou doen, ik bedoel, je luistert veel naar onze Serenang Boys, je hebt ook met ze samengewerkt. Yeah. We gaan niet zeggen, ze zijn steengoed, Isabi toch keihard. Maar wat zouden ze misschien anders kunnen doen? Ik denk niet dat het aan de artiesten ligt. Ik denk dat het ligt meer aan de industrie, hoe de industrie in elkaar zit. Ik denk dat zit niet goed in elkaar. Oké. Je weet toch, ik denk de overheid moet ook investeren in zijn muziek. Mm-hmm. In zijn eigen artiesten. Ah, ja. En moeten gewoon, bij ons heb je Buma Stemra die vecht voor de rechter, Sena. Je hebt allemaal instanties die werken voor de artiest. En that's what we need. That's what we need. Ja, man. De structuur. Je weet toch, de artiesten zijn er, talent is er. Dus. Er moet eigenlijk een platform komen die ze beschermt.
die voor de rechter opkomt. Een instantie. Vanuit de overheid moet dat komen. Oké. Niet, er kan niet, je weet toch? Mm-hmm. Ik weet, ja, die weet hoe het hier is. Mm-hmm. Much corruption, but yeah. Dat hebben we ook in Holland. Corruption is everywhere. Everywhere. Overal, dus. For real. Maar, ik denk wel dat dat moet gebeuren, man. Alright. Je artist uitgekomen met something. Ja, de recent thing waarvan ik van je kent is dat met Busy natuurlijk. Yeah. Ben je op dit moment ergens aan het werken? Ja, ik ben nu met drie projecten tegelijk bezig. Aan het afronden. Oké. En ja, het moet dit jaar uitkomen, dus. Even nog gas geven. In de tussentijd drop ik singles. Ik heb vorige maand nog een single gedropt. Mm-hmm. Gymnastiek, je kan het checken op YouTube. Gymnastiek vind ik jalle maat. Check it out, maat. En ja, deze maand komt weer wat uit. Ik heb wat met Afrojack wat eraan komt. Ik kan het nu zeggen gewoon. Mm-hmm. En Sesco, big up Sesco, laat me dat ook erbij zeggen. Sesco en Afrojack. Ja, crazy things man. Het wordt madness. Madness. Nou, je hoorde het, zo klinkt dus een artiest. Iemand die dus uiteindelijk van zijn levensstijl eigenlijk... het is werk, het is living, het is doing, Isabi toch. En het is serious. Want je hoort de grote namen langskomen waarmee deze man werkt. En hij praat erover alsof het lijkt niets is, Isabi toch. Nou, maar niet zo. niet zo. Like it is easy, simple, it's happening, Isabi. Maar de mensen waarmee... We hebben ervoor gewerkt, heel hard en heel lang. Isabi toch. Heel hard en heel lang. Want de mensen waar jij bijvoorbeeld mee... werk of heb gewerkt of mee gaat werken. Yeah. Er zijn genoeg guys die ik ken die echt zeggen van wow, that's a dream, I would like to do that. Yes, ja, ja, maar we hebben echt hard gewerkt. Mm-hmm. Het is echt bloed, zweet en tranen. En nog steeds. Dus het is, don't get it twisted. Alright. Je overnight thing, man. It's just... We hebben echt hard gewerkt, man. Oké. Sredang, Tamara Flamboyant Park. You ready for Bossa Tingle for this, man? Oh, yes, dog. What is your plan for you go over there and mash it up, daddy? What you going to do? Yo, beer fire, you know. Beer fire? Beer fire. Alright, en wat verwacht je eigenlijk van het publiek? Wat zou het publiek moeten doen als ze Kali zien op podium? Ze moeten gewoon genieten van me, man. Wat je doet, ik zeg altijd, het publiek moet zelf doen wat hij wilt. Als je mijn energy voelt, wees niet bang om het te uiten. Als je het niet voelt, is ook niet erg. Dan moet ik me beter mijn best doen volgende keer. Mocht ik weer komen. Ja toch, zo zie ik het. Zeker, het publiek bepaalt me uiteindelijk. Zo is het ook. Get up talking. Mm-hmm. Alla fassi, Menji. Nou, het werkt, Isabi toch. En Tamara, weet je al hoe laat je opkomt morgen? Ik heb die tijden wel hier. Volgens mij rond de uur of 12. Alright, 12, nice time. Tussen 11 en 12. 12. Oh, 12 uur, dan ben je on dat ding. Alright, nou, Iwaroko sowieso. Oké, los van dat je gaat optreden, je bent in Serenang. Wat ben je nog van plan om even hier te doen? Genieten van mijn land, man. Serio? Ja, man. Tapsie. Even genieten. Ja, is te kort. Ik ben zondag alweer weg, man. Wat bedoel je? Bedoel je komende zondag of trawikjes? Komende zondag, man. Dus je komt woensdag, je draait en dan heb je eigenlijk zat er alleen om even wat te doen en dan ben je zonder. Ja, maar it's work. When I come on vacation, I spend my time, you know. All right. Nu is het working time. Ik heb overseas en ik heb nog een paar, je weet toch. Oké. Ik kan nu even nog niet chillen, maar ik kom rustig mijn tijd nemen. En, I'm loving it, man. Sounds sowieso good. Wat heb je nog op schema staan voor betreft de boekingen voor het komend, voor dit jaar, zeg maar? Something's gotta be confirmed, dus ik wil nog niet te ge... Maar we zijn er, we zijn actief. Hou mijn social media aan de gaten. Sowieso gewoon Instagram, Caliboy Fraslaat. Facebook, Caliboy. En wat heb ik nog meer? Yeah, that's all the thing there, man. Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Spotify. Spotify, Caliboy. Sowieso. I walk, lobby, I walk, Isabi talk, man. Sowieso. Hey, Cali, ben je daddy? Hoe is met de kids? Vier. Ja, man. Twee jongens, twee meisjes. Ah, dubbel koningspaar. Je zegt het zelf, je werkt hard. Hard. Isabi. Keihard. Nee, maar dat is all good, you damn talking. Ik zou zeggen, big man, doe je ding hier, hoor. Je hebt het zelf gezegd, je bent op werk. Je bent hier natuurlijk om ook een beetje te genieten van je land. Even. Mensen, je hoort dat Caliboy is not an Antillian. De man is puur Suriname. Is in me, als zo die ding daar. Dus dat is dat ook even uit de weg gewerkt.
you know what I'm talking. Yo, sure enough, people not easy. Yes, and them not easy, play man. Play on me, yeah. Why she talk, aye. Now, master, I'm easy for them, man. Yeah. I'm sorry. They more hard. I'm not hard, bro. I'm not hard, bro. But I know. Kiss me, kiss me, kiss me. Say. Nee, Kali, maar alle fassie, man. We zijn bijna tegen het eind van deze interview. Maar voordat je weggaat, heb ik zoiets van, give the people a taste of what they could catch tomorrow when they reach a dance hall over there, so in a at. At Life Entertainment Park, buddy. Something, what something, I, something. What heb je van me? A beat of moet ik... It's a cappella. Let's drop an a cappella, man. Ik heb op dit moment even geen beat, but I know ze Kali beat with or without a beat is no problem. All right, listen. I'm listening. Well, are you ready? Ladies and gentlemen, just taste it, daddy. So the tingo. Girl, you ready? Yeah. Run it! Western Union and MoneyGram. Money in a bank book, money in a hand. Every ghetto youth wants see a million from Suriname back to the Caribbean. If you run out of money, you run out of girl. If you can't find a job, you better turn a criminal. Some of them a scammer, some a clean up the mall. You can spend enough money, but don't spend it. And only by investing, that a real thing. Get your own a property, do your own a thing. Every ghetto youth, them a feel it, so for me, see, don't touch it. SRS Radio. You just give me 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Make money and just bring it to the bank. Invest it. Boom. Tomorrow Flamboyant Park. Kalimboy live en direct. En natuurlijk, niet vergeten, we hebben ook Ja aanwezig. DJ Ja, IOTN. IOTN. En natuurlijk... Natural Black. Holy parting over this. Ik denk dat je Psycho tegenkomt. Psycho. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Nou, baas. Let me tell you one thing. Big up yourself. Thank you for being big here. Big up yourself. Isabito. Alle fassi, man. Alle thing, you know. En represent. Oh, yes, man. We houden je in de gaten. En sorry voor het laat komen. Don't worry about that. Surinaamse tijd is nou eenmaal ook tijd. Je hoort het, mensen. Ik kan niet big up yourself. Ja, man. Maximum. Op, respect. Op, and life we are preach for. Wacht even, big up Goudje. Goudje, hey, big up Goudje. Nee, naar toe. Ja, big up Goudje. Zeg dat je Goudje komt. Direct het toch allemaal bij voor een Goudje? Fout zijn. Maar ik ga hem voor je sturen. Stuur hem. 100.000. Amoroko, Isafato, loud and clear. Hey, Kali, ik heb zelf, ga je niet ophouden. Doe je ding en ik zal zeggen, I'll see you tomorrow. Op. Massieve. Ladies and gentlemen, you hold it, man. Dit was hier dus Kali Boy Life en direct hier on SRS Radio met de complimenten van Telezuur en Go To. Weer deze man dus live meemaken. Je hebt het gehoord. Tamara in Flamboyant Park. En als dat bijvoorbeeld eventueel voorbij is, dan ga je lekker naar YouTube genieten van zijn clips natuurlijk. Spotify, Facebook, of course Instagram. En dan ben je dus all lit, man. We doen zo meteen even een break. En after that het nieuws van de 1, gevolgd door de sportinformatie. Don't move!